Stel je voor, het is 11 uur en je wil eigenlijk naar bed. Wat doe je dan met de kachel? Het beste is om hem gewoon uit te laten branden. Dus geen nieuw hout meer toevoegen. En rustig uit laten branden. Je kunt er eventueel voor kiezen om de luchtschuif open te zetten. Dat is beter eigenlijk, zodat je dus zeker weet dat je een volledige verbranding houdt. Hou je ook altijd een schone verbranding. Er zijn soms mensen die vragen aan ons, hoe kan ik nou de kachel overhouden, noemen ze dat. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat de kachel 's morgens, als ik weer wakker word, nog steeds warm is en dat ik hem niet opnieuw hoef aan te steken? Nou, daarop is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Dat kan niet. Er is geen kachel die je de hele nacht kunt overhouden dat die 8 uur geen brandstof nodig heeft. Dat is absoluut onmogelijk. Want als je dat al zou willen gaan doen, dan gaan de mensen die gaan dus met briketten aan het werk. Dan gaan ze briketten toevoegen of de hele kachel helemaal vol stouwen met hout. Eventueel met, ik hoor ook verhalen over kolen. Mensen doen dat niet. Je gaat daar een hele onvolledige verbranding van krijgen. Dus je krijgt allemaal rook. De hele toestel wordt helemaal vies. Er komt allemaal rook uit de schoorsteen. Je zet de buren in de rook. En het leidt eigenlijk tot niets. Dus mijn advies is eigenlijk om de kachel gewoon netjes schoon uit te laten branden en hem de volgende dag weer aan te steken volgens de Zwitserse methode.